goedemorgen allemaal. Zondagmorgen. Het is niet het beste weer wat ze uitgezocht hebben dit jaar, hè, de carnaval. Thijs? Nee, maar dat is nog niet zo erg dat Mart verloren heeft. Dat vind ik. Dat heb ik veel meer bij van anderen. Oh, oké. Maar goed, ik heb toch gegeven geslapen. Ja, ik ook. Maar onze club maak ik mij ernstig zorgen. Oké, nou. Maar daar gaan we niet over hebben. Daar gaan we het nou niet over hebben. Nou, ik vind het leuk dat jij er weer bij bent op deze zondagmorgen met carnaval. Ik vind het fantastisch om hier te zijn. Ja, dat heb ik inderdaad. We hebben prachtige liedjes dit jaar. Ja, heel mooie. En heel veel prinsen die vandaag langskomen. Dus zullen we meteen de eerste prins maar vragen of dat ze langs het poortje binnenkomen? Uit de maai, dat is geen volk. Ja, dat is geen volk. En dat is de prins Frans de Eerste volgens mij. Jawel! Prins Frans de Eerste, volgens mij. Maar dat kunnen we wel eventjes aan hem gaan vragen. Dat klopt toch, hè? Is nou Prins Fraas of Prins Fraas? Prins Fraas de Eerste. Fraas. Heel veel A's. Ja, zonder N dus. Zonder N. Prins Fraas de Eerste. Ja, helemaal eens. Hoe komen ze aan die naam? Ja, dat heb ik zelf verzonnen. Zelf verzonnen, ja. Ja, kijk, als je prins wordt, dan krijg je daar maar een eigen naam voor zin. Ik denk, wat is nou echt mais? En het is echt Fraas. Ja. Fraas. Fraas. Dus, hè. Misschien Frans, hè, maar Fraas. Drie keer A. Ja, drie keer A. Of vijf. Ja. Fraas, Fraas. Alles dubbel A is drie keer in de ja. Zeg, wij moeten eventjes jullie lokale omroep ook bedanken. Kijk. Want daardoor zijn we ook analoog te ontvangen in heel de gemeente Drimmelen. En daar zijn we heel erg blij mee. Dus bij deze hebben we dat nog een keertje gezegd. Daar is Henk Stoop ook heel blij mee. Wat zegt u? Henk Stoop is daar ook heel blij mee. Henk Stoop is daar ook erg blij mee. Want waarom is Henk Stoop daar heel erg blij mee? Nou, ze hadden een bestandje gestuurd, zeg maar, eigenlijk, dat we konden zien wat die zenders zaten. Ja. En dat was analoog, wat ik geloof ik. Ja. En ik had er ingedrukt, maar er waren allemaal Chinese tekens onder met me op een computer te kijken. Dus ik zit er met een neuroloog bij komen om dat digitaal even te gaan ontleden. En Henk Stoop is wel de voorzitter natuurlijk, ja. En nog steeds. Wacht even, we praten niet meer mee, Henk. Hij is op pensioen. Hij is een erevoorzitter. Erevoorzitter. Ja. Het heeft er heel veel voor gedaan, toch? Hè? Hij heeft er veel voor gedaan. En nou pakt hij zijn momentjes en geniet hij er lekker van. Ja, dan laat je het zware werk aan mij over. Hij doet er nog veel voor. Oh, ja? Ja. Wat doe jij voor werk, als ik vraag? Het zware werk, nou, hij gaat om 8:00 lekker naar huis. En ik moet tot 12:30 in, hè. Ja. Dat is een zwaar werk, hoor. Jij bent meer een nachtvlinder. Ja, een beetje wel. Het is nog een beetje leeg op tafel, hè. We hebben nog niks gestaan. Zullen we even... Oh, ik denk dat er koffie aankomt. Ja, komt u maar, hoor. Okay. Ja, komt u maar door. Dus... niet blijven staan. Dat is een beetje verlegen, team. Kijk, ja, dat is niet nodig. Oh, koffie en een twee biertjes. Wie wil er een biertje? De politie, hè? Ah, de politie, ja. Ja. Ja, vooral de politie. Anders zakt hij straks dus een last test, hè? Dan gaat hij inzakken. Hey, we gaan het even hebben over jullie programma. Ja. Wat staat er nog te gebeuren? Nou ja, kijk, wij zijn hier met een beperkt gezelschap, zoals jullie zien. Mm-hmm. Maar dat komt ook omdat er straks zich een geweldige optocht over de Maai gaat uitrollen. Dus iedereen is hard bezig om dat te doen. Dus dat staat vanmiddag op het programma. Dus dat is, volle bak. Heel veel grote wagens, heel veel individuele. Want daar zijn wij ook een beetje bekend door dat heel individuele en een aantal groepen natuurlijk. Ja. Dus, Vind je dat ook, Thijs? Met een optocht vind je dat altijd heel leuk, die individuele en duo's en zo. Ja. Die de mensen betrekken bij de optocht. Het betrekken bij een optocht, het hele plaatselijke nog eventjes laten zien. De grappige woordspelingen, noem maar op. Dus echt puur het carnavalsgevoel, denk ik, dat is het. Ja. Ja, ik sta toch altijd versteld van die mensen, die bouwers bijvoorbeeld, die maanden en maanden daarmee bezig. Dan moet je toch een behoorlijke tik in je hart van de carnaval hebben. Hè? Ja, en wat denk je van de kapel, hè? Hoe lang die aan het oefenen aan het tegen? Alleen, ze mogen niet overal meer repeteren, want de buren hebben te veel last. Hè? Ah, dat is ook zo'n nieuw item. Geet nou tegenwoordig een meldpunt, ach, je last hebt van iemand, hè? Ja. Dat is niet alleen van Polen. Nee, dat zeggen ze van kapellen en van zangverenigingen. En vroeger ik zat vroeger in het Ginneke, heb ik 25 jaar gezeten, heb ik nooit van iemand last gehad. Moest ik af en toe wel een flesje never uitdelen, links en rechts. Ja. Nooit, geen last,
Nou, en ik kan zeggen dat het niet altijd even rustig en stil was, hoor. Want tegenwoordig heeft iedereen overal last van. Meldpunt erbij. Nee, er zijn een hele hoop kapellen en gezelschappen die moeten verhuizen. Omdat een of andere buurman chagrijnig is ja. En roept van, ik heb iets gehoord. Nou ja, ik hoop dat daar een keer een einde aan komt. Nou, want... neem eens contact op met Geert Wilders, nou, zou ik zeggen. Ja, dat... hij had het wel over kapellen. Jullie hebben natuurlijk de plakkers, hè? We hebben de plakkers. Ja. Ja. En zullen we eens eventjes naar dat clipje van die mannen gaan kijken? Want dat draait mee in de Barneveldsliedverkiezing. We gaan, En dat is liedje nummer 16. Jij weet vast hoe dat nummer heet? Ja. Het wordt weer een begaaiing. Ja, want dat doen jullie dit jaar toch, hè? Jullie, ja, jullie begaaien het, hè? Ja, ja, we gaan begaaien met z'n allen. We gaan begaaien met de plakkers. Clip 16 in de Barneveldsliedverkiezing. Leuk liedje was dat van de plakkers, liedje nummer 16. Dus vinden dat het leukste liedje van de Barnevalsliedverkiezing? Bel of stem ervoor via de SMS. Nou, wij hebben alle twee hetzelfde probleem, hè, begrijp ik. Ja, maar je zei kleurenblind, hè? Alle twee kleurenblind, hè? Ja. Ai, ai, ai. En hoe moet dat nou met dat schilderen? Want dan weten wij niet precies wat voor kleur dat is, hè? Nee, ik denk dat het zwart is, maar we zien wel. Ja, we zien wel. Ja, ja, volgens mij is dat toch groen of niet? Ja. Is dat groen of niet? Nee, nou, kijk.
Kijk maar. Jij gaat aan de gang. Succes ermee. Een grote feestruimte. Met de kinkeluter, daar zitten al 2000 man. En dat wordt een stukje van de steek, hè, volgens mij. Ja, die ruime handelsleven. Dat is allemaal marmer en fresco en zo. Er zitten allemaal stokken van. Een ruime handelsleven. Ja, je bent aan het begaaien. Er zijn ook grotere kwasten, hoor ik. Oh, die zitten aan de tafel. Ja, dat wordt hem. Wat is dat? Naïeve kunst. Ja, ik denk dat de muziek ver afgelopen is, dus dat we ver aan het eind zitten. Ja. En volgens mij is het ook nog de goede kleur, hè? We hebben het samen goed gedaan. Dat is een kwestie van geluk. Ja. Ze kunnen wel zeggen dat wij kleurenblind zijn, maar dat is helemaal niet waar. Nee, de rest is kleurenblind. Ja, wij niet. Nee, Thijs, praat jij weer met de mensen aan tafel? Dan komen wij zo dadelijk ook weer die kant op. Nee, toch zeker? Ja, zeker. Oké. Zeg, Frans, zeg ik dat goed? Nee, Ad. Ad. Nou, Ad. Ja. Ene Frans is genoeg. Ja. Zeg, Ad, ik heb begrepen dat jij voorzitter bent daar bij jullie in de Maai. Dat klopt. Dat is trouwens een prachtige hoek daar in de Maai. Dat is een mooie hoek, nog net op het zand, dus dat zit nog net goed, hè? Ik had mijn eerste optreden ruim 40 jaar geleden. Toen had ik drinken tot de muziek en de korenbeurs. Ja. En die bestaat nog, denk ik. Nou, dat komt er nog maar eens een keer, want dat bestaat nog. En dat is nog steeds een echte carnavalstempel. We hebben een heleboel goede kroegen. Maar de korenbeurs, ja, daar kan 2000 man in. En die zit echt vol. Ja, ik was in de korenbeurs, maar toen konden er nog geen 2000 in. Nee. Maar ik ben daar wel in de beginperiode voor het eerst opgetreden. Willeke Alberti. Dus ik heb prachtige herinneringen aan de Maai. Ja, nou. En daar hebben ze een paar hele mooie kroegen, hè? Ja, zeker. Het is een schitterende hoek. Zullen wij van de herinneringen teruggaan naar de actualiteit? Okay. Neem mij niet kwalijk. ik wou dat ik hier alleen zat. Dat komt het zelf allemaal. Ja, wat, al die herinneringen, ja, dat is mooi, Thijs. Maar we moeten ook nog eventjes natuurlijk van... We weten vandaag de optocht in de Maai. Maar er is nog meer natuurlijk, hè? Ja, maar ik ben al een oude man. Ik mag toch wel een beetje herinneringen Je mag een beetje mijmeren. Ik bedoel, dan moet je een jonge vogel in dit programma nemen. Dat kan. En een klein beetje reclame. Wie is de reclame? Goed, vertel eens. Ik ben ook al oud, maar ik wou vroeger wel eens bij jou. Maar op de Maai gaan wij gewoon... Nee, dat was duur bier. Wij gaan morgen hebben we gewoon wederom een geweldige dag met het gehandicaptenbal. Dat is altijd een van de toppertjes. En morgenmiddag het geweldige kapellenfestival, waar we ook buitenlandse kapellen hebben. Buitenlandse kapellen. Zo. Ja. Helemaal uit de Ramsoksfeer of zo? Zoiets. Nee, de chapels. Zoiets, hè. Dat is buitenland. Buitenlandse kapel is ook een chapel. Dan morgenavond gaan we gewoon weer alle lokale horeca-gelegenheden af. Ja. Dinsdag hebben we de kinderbals. Ook altijd heel bijzonder. En het toppertje, een van de toppertjes, is de verkiezing van de beste juin. De beste juin. En wie gaat daar worden hier aan tafel? Dat gaan wij je niet zeggen. Oh. Dat weet niemand. Dat is het meest geheime geheim van de Maai. Wat ik wel weet, is dat het niemand hier van deze tafel. Oh, oké. Okay. Nou, dat valt mee. Dat is eigenlijk een verkiezing van iemand die zich op sociaal-maatschappelijk gebied voor de Maai heel erg belangrijk maakt. De Jan. En die krijgt een uit. Wij kennen wel in Breda als een Jan. Maar dat is heel iets. Ja, een Juinig. Ja. Hè, dat ken ik ook. Maar deze beste Jan die doet dingen voor de gemeenschap. Waar je geen lintje voor krijgt. Die gewaardeerd wordt door iedereen. En dat is altijd een heel mooi emotioneel momentje. Ja, nou ik denk dat heel erg belangrijk is. Dat jullie die persoon of die organisatie dan in het zonnetje gaan zetten. Ja, ik weet dat jullie terug moeten richting de Maai. Want de optocht staat op jullie programma. Klopt. Dat is heel erg belangrijk. Ik wens jullie daar veel succes bij. Dank weer voor de komst. Hebben we alles een beetje gehad? Hebben we alles doorgesproken wat jullie kwijt wilden? Hebben we niks vergeten?
Niks vergeten? Nee, niks vergeten, nee, meneer de voorzitter? Nee, ik heb alles bedankt. Dan gaan wij handen schudden. Nee, bedankt. Meneer de politie, niet te veel bier, hè? Dat mag hij. Oh ja. Leuk op Landrix is dat. Zeg mensen veel succes. En doe meneer De Jaar de groeten, mevrouw De Jaar. Hé, tot ziens. Fantastisch.